Jullie kennen Jonas Krom waarschijnlijk wel, zegt Greven. Het is een laf voor niks nut. Hij komt ook veel bij de Duitsers, net als ik. En als ik hem tegen het lijf loop, dan maakt hij altijd een praatje. En dan moet ik natuurlijk ook vriendelijk doen. Die Gluipert ziet mij als een soort collega, denk ik. Hij knapt ook wel eens een zaakje voor de mof op. Maar alleen kleine dingetjes. Voor het grote werk vertrouwen ze hem niet. Gisteravond is hij laat opgewonden bij de oorscommandant gekomen. Hij had buiten in het veld een man zien lopen die hij achtervolgd heeft. En dat bleek Blankers te zijn. En Jonas heeft verzekerd dat die Blankers een zeer gevaarlijke verzetsman is, een terrorist, die het waarschijnlijk heel veel geheim weet. Dat heeft hij natuurlijk gezegd om meer geld te krijgen. Wat een schurk, zegt de boer uit de grond van zijn hart. Ook de anderen gloeien van verontwaardiging. De jongens kijken elkaar aan. Als ze de Jonas Krom nog eens te pakken krijgen. De kerel zou met plezier zijn familie verraden. Als er iets aan te verdienen valt, bevestigt Greven. Nu, gisteravond heeft hij zijn beloning gekregen. De oorscommandant zag wel iets in het geval. Hij vindt het nog altijd jammer dat Poons plotseling is verdwenen. Net toen hij op het punt stond een ontdekking te doen. En als nu Blankers gepakt is, dan zou men misschien een draad in handen hebben om achter de geheimen te komen. En zo is het dus gegaan. In de nanacht is een stelletje soldaten erop uitgestuurd om Blankers uit zijn bed te halen. Ze hebben hem eerst naar de villa van de oorscommandant gebracht. Die heeft hem persoonlijk ondervraagd, maar de gevangene wilde niets loslaten. Jan Zwange begint ineens te gloeien. Alles is verschrikkelijk, maar toch is hij trots op zijn vader. Natuurlijk niet, zegt hij. Vader zal nooit wat loslaten. De opkoper kijkt hem even aan. Er ligt medelijden in zijn blik. Dan zegt hij, jouw vader is een bijzonder flinke kerel, jongen. Maar onderschat de Duitsers niet. Zij kennen methoden waaronder de hardste kerels bezwijken en dingen gaan vertellen. Nou ja, in elk geval, toen de oorscommandant geen succes had, werd hij natuurlijk woedend. En hij heeft vanmorgen je vader onder zware bewaking doorgestuurd naar de stad. Hij heeft zelf telefonisch contact opgenomen met de Gestapo, die daar een speciaal bureau hebben met beulen en bloedhonden. Echte specialisten in het ondervragen en bewerken van gevangenen. En die moeten het nu verder maar opknappen. En de oorscommandant heeft verzekerd dat die Blankers maar eens goed aangepakt moet worden en dat hij heel wat weet. Gerrit zwijgt. De boerin huilt. Kooimans bruine gezicht is grauw geworden. En zijn ogen schijnen iets afschuwelijks te zien. De jongens zitten er volkomen verslagen bij. Jan voelt zich als lood. Hij zou het wel willen uitschreeuwen, maar zijn mond blijft gesloten. Boer Kooiman is de eerste die de stilte verbreekt. Kunnen we misschien toch iets doen? Vraagt hij. Opkapper had zijn schouders op. Kan ik niet beoordelen. Hangt heel veel van de omstandigheden af. Ik moet in de stad proberen informatie te krijgen. Maar dit zal wel heel lastig. En dit zal wel heel gevaarlijk worden. Maar goed, ik zal in ieder geval kijken of ik ergens achter kan komen. Jan, we moeten gaan, jongen. Want de spertijd begint al bijna. Het wordt laat. Je kunt het eerste stukje wel achterop. En zo gaat Jan achterop bij Greven door de donkere landweg. Het is buiten donker. Maar ook in Jan zijn hart is het donker. Als ze bij de plek komen waar Jan moet afstappen, grijpt Gerrit Jan nog even in de schouder. En hij zegt, Jan, vertel niet aan je moeder allemaal wat je vanavond gehoord hebt. Daar wordt ze alleen maar bang en onrustig van. Begrijp je? Jan knikt, zonder iets te zeggen. Enkele dagen zijn voorbij gegaan. Zonder dat Greven zich heeft vertoond. De opkoper lijkt al helemaal verdwenen.
is natuurlijk ook niet zo vreemd. Als hij inlichtingen wil hebben, moet hij natuurlijk heel voorzichtig te werk gaan. Al deze dingen houden Jan en zijn moeder en Trace zich voor. Maar toch, ze zijn somber. En ze tellen de dagen. Uit school zijn Jan en Chris al een keer langs de gevangenis in de stad gereden. Een hoog gebouw met een dikke muur eromheen en een zware poort. Maar de bovenste ramen zijn over de muur heen toch te zien. Ramen met tralies. Misschien zit vader wel achter een van deze matglazen vensters. Zo dichtbij en toch ook zo ver weg. Een andere keer fietsen ze langs een groot vierkant herenhuis dat aan een plein staat. Dat is de zetel van de Gestapo Beulen, de mannen van de geheime politie die hier hun slachtoffers ondervragen. Er worden vreselijke dingen verteld over de martelingen die hier worden toegepast om de gevangenen geheimen af te persen en tot verraad te dwingen.